Hallo iedereen, dit is Bjarne, oftewel Bleefjes, en welkom bij weer een nieuwe episode van Let's Play Euro Truck Simulator 2, met Bleefjes natuurlijk. En vandaag, eens even kijken, waar zijn we eigenlijk? Ik weet het niet meer waar we zijn. We zijn in Groningen, en ik zit even kijken naar wat leuke dingetjes waar we heen kunnen rijden. En ik denk, ik wil naar Londen heen rijden. Even kijken, wat hebben we hier? Gewoon een normale opdracht, gewoon lekker rustig, niet veel aan het handje. Weet je wat? Wij gaan gewoon lekker naar Groningen heen. Dat vind ik ook wel eens weer leuk om te doen. Even weer een stukje naar Groningen heen rijden. Nou, even dus de omgeving laten laden. Of sorry, ik vind het leuk om naar Londen heen te rijden. Niet naar Groningen, naar Londen natuurlijk. Waarom sta ik hier? Dat heeft denk ik te maken met de laatste let's play die ik samen met Wout heb gedaan. Nou ja, ik ben in ieder geval wel in de buurt, dus dat scheelt weer een klein beetje. We hebben helaas wel regen. Maar ja, daardoor laten wij onze dag mooi in het fysiek aan, lijkt me. Zo. Oh, we mogen weer wel even netjes kniplicht aandoen. Zo. Oh. Nou, niet te snel rijden lijkt me. En dan moeten we hier weer afgaan. Dat kan gelukkig, omdat het stoplicht nog wel lekker op groen staat. Stop knipperlicht, ga gewoon uit. Oh nee, ja, zitten we bij zo'n irritant kruispunt. Waar niemand door durft te rijden waarschijnlijk. Waar ik gewoon schijt en alles heb en gewoon door ga rijden. Jij moet blijven wachten, hè, vriend. Even kijken, we moeten hier even onze trailer ophalen. En dan kunnen wij naar Londen heen rijden. Zo. Eens even kijken. Deze inderdaad. Dankjewel. En daar is onze trailer. Onze best wel vette, awesome trailer. Zo. Die gaan we eens even aankoppelen. Oké. Aangekoppeld. En doorrijden. En dan kunnen wij onze reis beginnen naar Londen. Waarbij we dus in Groningen onze start maken. Eens even kijken, komt er niks aan? Nope. Rij eens door, man. Jezus. Misschien was het wel een iets te grote bocht, maar ja, who cares. Eventjes de cruise control erop doen, denk ik. Zo, die moest ook nog eventjes uit. Ah, je mag hier 80. Ah, ik kan inhalen. Oh, kan ook überhaupt niet. Ik moet hier af. Natuurlijk kunnen die inhalen. Doei, auto. Ik hoop dat ze wel een keer een fix gaan bedenken voor die kniplicht. Want daar word ik nu echt wel helemaal panisch van, namelijk. Ze gaan nooit uit. Als we ze nooit op een goede manier gaan, ze uit. Even kijken, we moeten hier zo af. Auto, die laat me erin voor. Dankjewel, meneer de auto. Als het erom gaat, ben ik best wel iemand die flink aan het scheuren is met zo'n vrachtwagen, maar goed. We kunnen nu wel hierover. We nemen wel een beetje de helft van de vrachtwagen mee over ons terrein, maar dat maakt dan weer niet zoveel uit. Nou ja, als je naar boven heen gaat, heb je op zich nooit zoveel. Ik heb op zich nooit zoveel gas geven, natuurlijk, maar goed. Invoegen.
Hoppakee. En dan gaan we onze reis lekker over de afsluitdijk. Voor mij is het de dijk namelijk waar we nou overheen rijden. Oh, zag er nou een bliksemschicht in mijn achteruitkijkspiegel of lag het allemaal mij? Het leek er echt net op dat er gewoon een dikke bliksemschicht voorbij kwam. Nou, haal even snel in. Ik wil ook inhalen. Dank je vriendelijk trouwens, meneer de auto. Zo, nou, dan rijden wij hier nog een stukje over de dijk. En dan moeten we per pont moeten wij naar Londen heen. Of naar Groot-Brittannië in ieder geval. En als we dan met de pont in Groot-Brittannië zijn, dan kunnen wij door naar Londen heen. Ben ik nog een klein beetje benieuwd stiekem hoe Londen eruit ziet. Moet ik vooral niet vergeten om aan de andere kant van de weg te gaan rijden natuurlijk. Anders wel een klein beetje lastig. Voor mij zag ik weer een flits. Voor mij is echt wel kakweer namelijk. Het lijkt nog dat wij heel ver moeten rijden. Het lijkt op dat wij nog 500 kilometer moeten rijden, maar dat is niet zo. Omdat wij namelijk nog een heel stuk per pond moeten doen. Dus dat kun je dan min of meer ervan afrekenen eigenlijk. Nou, wel leuk dat er van die bussen nog een beetje hier op de weg rijden. Tussen nog één herkenningspunt een klein beetje. Nou, haal snel in, ik wil hem weer inhalen. Oh! Ja, sorry, meneer, de auto deed nog echt zelf dat. Oh, 50. Ai. Natuurlijk gaan ze hier dan boven op de rem als ze hier ook maar iets van 50 zien. Nou weet ik de reden dat we hier 50 mogen rijden ook niet heel erg. En als hij nou eens aan de kant zou gaan, hè? Hey! Joe! Ho! Wat doet hij daar weer gek? Voor mij wil die kill dood of zo. In ieder geval niet goed wijs. Beetje mee afsnijden, pancake. Waarom van zulke scherpe bochten eigenlijk? Dat slaat toch nergens op. Nou, mogen we snel rijden, jongens. Gedraag je niet meer zo'n stel halve zol, alsjeblieft. Ik ben ook een heel nette bestuurder, hoor. Niet alleen jullie. Eens even kijken wat er gebeurt als ik mijn ruitwissel uitzet. Hoe erg wordt het beeld dan belemmerd dat je niet verder kunt rijden? Nou, ik kan nog steeds redelijk goed zien. Ook al heb ik de ruitwissel uitstaan, ik kan nog wel steeds zien waar ik zo ongeveer rijd. Maar wordt ook niet heel veel erger op eigenlijk. Dus nou ja, het zit er een beetje voor de sier denk ik. Maar het beeld verergert niet heel erg. Tenminste als je alles uit laat staan. Maar het is wel behoorlijk aan het plensen zoals je kunt zien hier. En what the fuck, kom op zeg. Mensen. Ga ze niet allemaal in één keer precies 50 rijden man, als we in één keer over de dijk moeten rijden. Oh, kijk hem dan. Hij rijdt 52. Oh, hij durft niet.
Dit slaat toch nergens op? Mensen, ga alsjeblieft eens normaal rijden of zo. En Nick is al ontzettend hard afremmen op de afsluitdek. Ben je gek of zo? En gaat ze ook nog eens een keer langs elkaar rijden? Ik bedoel, waarom dan? Nou, ga ze aan de kant. Joehoe. Oh ja, nou gaan ze en ik allemaal hier sneller rijden, hè? Je man niet rechts inhalen. Niet netjes. Ik vraag me eigenlijk af hoe ver we nog naar Rotterdam heen moeten. Want volgens mij moeten we in de richting van Rotterdam moeten we ergens zijn. Zo'n beetje. Als die auto dan inhalen. Schiet op met inhalen. Ja. Oh, goed zo. Jongens, jongens, jongens. Hé. Werkelijk waar. Een beetje normaal rijden op de snelweg mag wel hoor. Ja, blijf gewoon links rijden. Kan mij schelen. Ik ga uiteindelijk wel sneller dan die vrachtwagens. Nou ja, het weer lijkt inderdaad het weer op Nederland. Dus ja, vies, nat en winderig en zo. Dus echt wel Nederlands. Oh, dat was even een hobbeltje. Oh, we gaan dus richting Amsterdam. Honderd. Nou, dat kan ik niet eens. Dus 50. Waar komt dat in één keer vandaan dan? Manier, doorrijden. Ho! En daar was zeker wel een donder, dat. Nou, kijk wanneer we mogen vertrekken hier. Wanneer is het groen? Nu dus. Oh, ze houden hier wel radarcontroles, tuurlijk. Dat is niet bepaald netjes, hè? Radarcontrole houden hier. Dus auto's mogen hier lekker 100 rijden, maar ik moet 50 blijven rijden. Dat is ook niet netjes. Nou, hier maar linksaf gaan dan. Oh, sorry, rechts. We moeten hier rechts. Mag ik invoeren hier? Yup. Vrijbaan, huppakee. En gas. Die vrachtwagen voor mij, die scheurt wel behoorlijk en ik er vandoor. Maar je moet die lekker toch af, dus nou ja, van hem ben je ook af.
Nou, we zijn nu net een stukje buiten Amsterdam. Op de A4. En ik heb zo'n idee dat we hier toch wel ergens in de buurt moeten zijn van de pont onderhand. En nu zijn we in Rotterdam. En ik alles en iedereen boven de rem hier, nog fijn. Schiet op mijn inhalen auto. Ah, moet eens richting Europoort, daar was hem dus. Dit noem je toch geen invoerstrook en dat kan toch niet? Euro goodies. Nou, ik weet niet wat het is. Maar het zijn in ieder geval goodies. Dat zal toch hartstikke goed wezen dan. Ah, we komen in de buurt van Europoort. Ik zie het al. Nou, die beste meneer mag toch rechtdoor gaan en ik mag hier af, dus dikke doei. Zo. Wel een stukje met de trainer moet ik daarvoor over de stoep heen. Nou, dat kan iets ruimere bocht op zich kunnen nemen. Even kijken. Nou. Ponk. Zo. Dus even kijken. Wij gaan richting... deze denk ik dan. Daar moet het dichtst in de buurt zijn in ieder geval. In ieder geval. Oh, ik vervoer kaas. Dat is leuk. Is hier nog aan het regenen? Het lijkt er wel op. En het is ook nog mistig. Fijn. Wij moeten hier af. Oké, komt niks aan. We moeten nu aan deze kant van de weg rijden natuurlijk. Ik zie niks. Nu wel. Het is hier ontzettend mistig. Het regent, ja, het spettert een klein beetje, maar... Het spettert echt een heel klein beetje en het is een keer er bovenop nog mistig.
Zie je bijna niks hier. Speedcamera's, oh god, dat ook nog een keer. Ga ze eens controleren op speed of zo. Oh, 48. Ja, ik zie jou wel. Hey. Meneer Speedcam. Oh. Mag niet, meneer vrachtwagen. U rijdt eigenlijk veel te snel. Zal ik dus heel gemeen gaan doen en jou weer gaan inhalen? Oh shit, hoe rotonde. Wie werkt naar voorrang? Oh ja, hij hè. Klopt, want je moet inderdaad zo over de rotonde heen gaan. En dan hier naartoe gaan en zo. Wow, sorry meneer de auto. Sommige mensen kunnen recht over de rotonde ook nog een klein beetje te serieus nemen. Die gaan inderdaad gewoon recht over de rotonde. Een stukje harder kan er wel. 80 moet er wel net lukken. Voor een stukje dat naar 120 kilometer is. Ah, dit is snelweg. Mooi. Kunnen we lekker een beetje aanmaken. Nou ja, niet zo ver vrees ik, omdat we daar straks alweer een afslag af moeten. En ik denk niet dat het nog snelweg is wat daar is. London Dover. A12. Ah, het lijkt nog wel op snelweg trouwens. Ah, valt nog redelijk mee. Het is toch nog een beetje snelweg. Mooi. Kunnen wij lekker door blijven rijden. Oh. Snelheidscamera. Daar zit hij dus, de snelheidcamera. Nou, lekker puh. Ik rijd toch niet te snel. Dikke doei. Maar zo moet je het wel een beetje in de gaten houden. Hè? Ik bedoel, gewoon kijken waar die snelheidscameraatjes staan. Hè? En anders een beetje jezelf op aanpassen. Oh, wat is hier dan weer? Viel of zo? Of een vrachtwagen die gewoon niet weer wat invoegen is. Dat kan ook natuurlijk. Maar ik weet niet of jullie het gezien hadden, maar toen ik met die pont ging rijden, hè, het was gewoon iets van 8 uur rijden. Of ik heb het verkeerd gelezen, maar volgens mij was het iets van 8 uur lang rijden. Of varen. 8 uur lang varen zelfs. Shit. Ik moest rechtdoor. En niet af.
Een beetje steile heuvel hier al, maar dat maakt niet uit. Nou, we komen al een klein beetje in de buurt. We moeten nog zo ongeveer zo'n 50 kilometer moeten we rijden naar Londen heen. We moeten daar onze trailer even neerpleuren. En dan zijn we klaar voor deze episode. Wel, ik moet rechtdoor. Nou ja, zo kan het ook. Wel jammer dat hij best de pannenkoek met het niveau liet gaan. Ga je nou remmen? Is wel grote smoel hebben van willen invoegen en zo. Nou gaan we zo spelen. Oh. Ik zit wel continu op de verkeerde rijbaan, of niet? En nog een keer controleren op snelheid. Haters hier in het verkeer, echt waar. En we moeten hier af. Ah. Drifting all over the world. Nou, in mijn ogen gaat hartstikke prima zo. Of heb ik het fout? Ik rijd dus wel aan de goede kant van de weg. Daar valt me nog wel mee. Zolang ik aan de goede kant van de weg blijf rijden, ben ik hartstikke trots op mezelf. Nou, toch wel echt een klein beetje afremmen. We komen nu Londen binnen. Waar ik heeft ook nog een bedrijfje kunnen opzetten. Volgens mij heb ik zelfs daar een bedrijfje opgezet, dacht ik. Weet niet meer zo zeker. Hé, hey, ga eens afremmen of zo. Oh, we moeten hier zijn. Hier moeten we ons spul afbrengen. Oh, we moeten hier ons spul afleveren. Oké, okay, nou dan doen we dat. Het is de hele weg al geombeerd en gedaan, dus nou ja. We hebben niet echt hartstikke mooi weer gehad, om zo te zeggen. Oh, daar moet je trailer neerzetten. Nee, dat is een leuk stukje. Om die trailer neer te moeten zetten. Zo, gaan we dit in één keer lukken? Oh, hij moet daarheen. Zo. Ja! Kijk eens aan! Zelf geparkeerd! In één keer! Had ze flats! Nou, daarmee zijn we helemaal hier aangekomen in Londen. Nou, we hebben de nodige kilometer hebben wij gereden. Hartstikke mooi! Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze episode. Ik hoop dat je hem hartstikke leuk vond. Wel, doe even een blauw duimpje omhoog als een leuke comment voor de volgende keer. En wil je meer van mijn awesome video's zien? Abonneer dan lekker op mijn kanaal. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Tot ziens! Dag!